baas, deze moet mee, want de meneer heeft niet betaald. Oh. Henkie, je moet niet op de kling, je moet niet op dat ding gaan klimmen, Henkie. Repo session. Ja, we moeten hem repoen, want als hij niet betaalt, dan nemen we hem gewoon mee. Wacht even, hij staat daar niet helemaal recht voor, Henkie. Oh, schade, baas betaalt ook de schade aan de ruit. Oh, oh, Henkie niet doen, je moet hem niet starten, Henkie, dan gaat de motor kapot. Moet even wachten totdat hij erop staat. Moet even uitstappen, kun je de motor uitzetten? Nee, niet doen, niet doen, niet doen, die motor gaat kapot. Die propeller die draait. OC motor uit. Dat weet ik ook niet. Of OOC doen ofzo. Of doe eens slash engine, misschien dat dat dit is. Dat willen we ook nog eens zo zijn. Nee. Dat weet ik het niet. Jawel, hij gaat uit. Jij moet de handrem erop houden. Oh. Oh. Ja, start hem nou eens. Ik denk dat ik hem nou zo op kan rijden. Even wachten, dan kom ik even Marshallen. Wacht even. Ja, kom maar Henkie. Kom maar. Kom, zet hem er maar op. Ja, oh, niet te ver. Terug. Oh, is zo. Ja, oh. Houd hem vast. Houd hem vast, Henkie. Daar gaan we. Dit gaat helemaal goed komen. Geen paniek. Beetje gas geven. Oh. Heb je hem nou uitgezet? Ja. Jullie gaan niet werken, of heb ik het idee? Moet hem wel even... Zet hem maar aan. Misschien dat je dan een beetje weerstand hebt, waardoor hij blijft staan, zeg maar. Heb je een heel klein beetje gas? Oh, maar. Zo moeten we het blijven doen. Zo moeten we blijven doen. Ja, gaat helemaal goed, Henkie. Ik hoor iets. Helemaal goed, Henkie. Dit gaat fout. Oh. Henkie, auto recht. Ja, gaat goed, Henkie. Gaat goed. Niks aan het handje. Gaat helemaal goed. Het gaat helemaal goed, Henkie. We moeten eventjes... Ja, het is eigenlijk een beetje gevaarlijk dit. Maar wij zijn doorgewinterde truckers. En deze bestellingen... Als ze niet betalen, dan moeten we het afvoeren. Nou, laat deze man nou net niet betaald hebben. Dat betekent... Nee, je kunt niet meer zo'n grote dingen meenemen. Oh, pas op, Henkie. Pas op. Je kunt het beter gewoon gaan vliegen en dan afleveren. Dan pak je anders groter. Ja, Henkie. Dit gaat niet passen, Henkie. Henkie, past wel. Henkie, nee, dat past niet. Dat past wel. Nee, dat gaat niet passen. Oké, dat past niet. Maar... Ik heb niet... Oh, is Henkie, rustig. Daar hebben we niet over nagedacht, Henkie. Dat komt een auto aan, Henkie. Oh. Henkie. Meneer, pas op. Brandgevaar, pas op. Langzaam rijden. Brandgevaar, pas op. We moeten de brandweer bellen. Bel de brandweer. Bel de brandweer. Henkie, laat het staan. Henkie. Laat staan! Henkie! Hey, als we nou even hier gaan staan... Met spoedpolitie naar de luchthaven. Oh, wegwezen! Oh! Weet je wat we doen? We boeken hem, want dit ziet eruit als een goed idee. Ik zie dat hij ook een luchtvering hebt. Ah joh, mooi man. We gaan een stukje rijden, man. Stapt u in? Ho! Verlaat het schip. Oh. Vrouwen en kinderen eerst. Oké, we moeten weer even terug naar die naar het trucje. Nee. Kun je er zo op rijden? Oh joh. Hutsniffo. Daar gaan we. Uitzonderlijk vervoer. Blijf gewoon toeteren, kan mij te rotten. Oh, ik heb zelf mijn handruim opgerot in de achter, wauw. Ja, la. Niet in één keer bocht naar links maken op de rest, want ik ga die sowieso omkiepen. Ik moet even een marker zetten naar blokpark, wacht even.
Ik ben benieuwd hoe de politie hierop gaat anticiperen. Moment, we niet er nog in rijden. Ik heb mijn marker even weghalen. Zo. Ja, ben ik zover. Ik ook. Daar gaat hij. Houd de handrem erop, hé. We gaan eventjes door de movie studio's heen, dat is korter, zeg maar. Hè? Ja, dan is het wel eens van. Je hebt wel eens dat je zegt van nou, we hebben een shortcut. Huts. Hoe is? Ja, met een C. Ja, shortcut met een C. Kut met een C. Altijd met een ja, C natuurlijk. Met, altijd met een C. Dit is allemaal geen probleem, jongens. We gaan gewoon. Ja, pak de slagboom mee, zo te zien. Huts. Oh, is dat. Ik heb een slagboom meegenomen. Hoe is? Pas op. Hoe is? Wie moet er een slagboom hebben, jongens? Wie moet er iemand een slagboom hebben? Die slagboom zit gewoon. Oh nee, laat maar. Ik wou zeggen, hij zit er nog op. Kun je hem daar gewoon weer terugbrengen? Zegt hij kinderlijk, nu heeft er een slagboom voor. Flatschip. Rustig. Geen paniek. Laat ons schip, jongens. Oh god. Doe gas en remmen tegelijk en stuur naar rechts. Oh, ongeluk! Dit escaleert behoorlijk met escaleren. Ja, het escaleert alweer. Ik hoor sirenes, dat kan nooit goed zijn. Oh god. Donald. Daar gaat hij helemaal zoals gepland, Donald. Ja, het escaleren behoorlijk. Kom op, jij kan het. Plant de ding er maar op. Sniffo. Hij zit erop. Ja, zit hij erop. Dan gaan we rijden. Dat is de plaats. Komt helemaal goed. Jalla. Dat was weer een ik ga rechtdoor, dat is wat makkelijker. Ja. En hier zou volgens rustig optrekken dan. Ja, ik hou een constante snelheid. Top. Anders gaat hij behoorlijk schroeven. Ja. Ik moet scheet laten. Ik ga hem tijdens de opname gewoon heel zachtjes proberen. Oh. Nee, gewoon de keiharde, joh. Nee, gewoon heel gedoseerd zo naar buiten te laten treden. Nee. Wat is. Dan kun je kringspier kun je erop trainen, hè? Is dat zo? Ja. Oh god, ik heb even. Alleen als het fout gaat, dan gaat het ook goed fout. Want dan heb je kans dat je zeg maar vol gas klimaatneutraal in je broek schijnt. Dus ja, het is maar net waar je van houdt natuurlijk. Dan escaleren uit behoorlijk, zeg maar. Weet je wat wel lachen is? Nou? Als dadelijk, als die bij Blokkenpark eraf schiet en dat de politie het ziet, dan stappen we uit en zeggen we, oh nee, paniek! Paniek! Oh, zo! Keihard! Oh, we rijden op de rood eigenlijk. Ja, dan kan het wel zo zijn dat ze dan tegen je aanrijden. Hoes. Pas op. Moet je daar. Hoes? Oh, moet je dadelijk rechtsaf, vriend? Oh, rustig door de bocht gaan. Met beleid. Met beleid. Met precisie. Oh, ja. Dat gaat passen. Ja, dat gaat. Daar ben ik op. Ik dacht even dat ik een politiewagen hoorde. Oh, met beleid, ja, voorzichtig. Voorzichtig, ja. Het wordt alweer rood voordat wij door die bocht zijn. Pas op. Ja. Komt goed, Henk. Komt goed. En dan gaan we links. Ik heb volgens mij mijn knipperlichten aanstaan ofzo. Oh, mijn gevaren. Oh, dat is hartstikke fijn, want we zijn nog. Dit is ook gevaarlijk. En wij, ja, we zijn special convoy, dus wij mogen gewoon door rood natuurlijk. Ja, dit is een belangrijke lading, dit is prio 1 lading. Dit is prio 1 Paniek! Sorry, ik liet je gaan. Sorry. Ik druk op de verkeerde knop. Els, buiten de knop af. Dit is Eurotruck 2.0. Ja, we zijn weer aangekomen. Ja, daar gaat hij weer. Gaat alles goed, Henk? Alles gaat goed. Nee, dat gaat fout. Paniek. Remmen. Paniek. Pas op. Ja, ik zet erop. Wacht even. Zet maar even goed op, we staan er toch rood licht. Ja, kun je een beetje naar achteren en dan weer, weet je, ja, zo ja. Ja, niks aan dankjewel, Henkie. Ja, perfect, goed gedaan, Henk. Dank je bent echt een wereldgozer. Ja, dankjewel. Pas op. Je rijdt de as kapot zo. Doen de lampen het nog op jouw bus, Henk? Ja, alles knippert, flikkert. Ik zie alleen achter niks. Dat hoeft ook niet. Oh. Nee, ik heb ook achterlichten, dus in principe... Ik heb alleen gevaarlichten aan. Het hoeft niet, nee, zeg maar, nee. Ik heb alleen gevaarlichten aan op mijn bus, dus dat is... Ja. Nou, ik ben... jongens, wordt het nog groen van... Ja, kan het zeggen. Oh, ja. Kijk. Rijden! Weet je wat, we duwen hem gewoon naar voren. Huts. Dat is gewoon zo'n lege auto, joh. Oh, dan duwen hem naar voren. Paniek, oh god.
Paniek. Paniek. Oh, dat is ambulance waar je dat ziet. Oh god. Maar die uit deze auto die gaat zo. Zo. Ja, daar zijn we vanaf. Niks aan de hand. Oh, paniek. Paniek. Sorry. Paniek. Ja, hij zit er weer op. Oh. Oh, dit gaat ook. Nee, oh. We moeten dadelijk wel langs de politiebureau. Dat is wel een smalle steeg, Henk. Ik weet niet of dit goed gaat, Henk, maar. Nee, het weet ook niet. Het is nog wel rood, zo zeg maar. Ja, nee, is groen. Is groen? Oké. Okay. Ja, is groen. Ik zou zeggen doen. Denk. Groen is doen, zeggen ze altijd. Ja, niet groen is niet doen. Oh god, een citybug. Oh. Ik zie een gat in de map. Maakt niet uit. Dat is een gat in de markt. Oh. Pas op, Henk. Oh. Pas op, Henk. Dit is. Oh, is zo! Oh. Ja, dan zag de politie. Die is een lulletje. Nog meer politie. Oh. Is dat ook? Oh. Oh. Ik zie iets roos. Het was of politie of de Knight Rider. Nou, ik denk dat de Knight Rider is het niet. Nee, het is politie. Het is een zebra. Ja, oh is. Pas op. Oh, dit gaat ook fout. Pas dit op, pas Henk op. Nee, gaat goed, Henk. Gaat goed. Gaat goed. Ja, gaat goed. Ja, top. Gaat goed. Ja, ik precies je werk dit. Oh, is Henk. Oh, rijdt hij achter ons aan? Hij rijdt niet achter ons aan, Henk. Nee. Ja, blijkbaar mag je gewoon met zo'n combinatie rijden. Ja, nee, is. Ja, moment, niks Henk, aan de hand. Henk, ik ga hem even recht op de ding zetten. Ja, is goed, Henk. Henk, rijd hem er even opnieuw op, Henk. Nee, maar moment. Ja, kunnen. Ja? Denk ik. Denk als hij weer afschiet, dan stap ik uit en dan ga ik hand-to-hand gebaren doen. Oké, Henk, dan gaan we weer. Hij doet het weer. Ja, het gaat prima, gaat prima. We moeten eigenlijk naar de luchthaven toe, maar we zijn een klein beetje verwald. Ja, nee, dat kan gebeuren natuurlijk. Het hele ding, de hele combinatie gaat gewoon een rukje heen en weer. Oh, het is rood trouwens, Henk. Wacht even. Zo, hij staat weer lekker op. Pas op, Henk. We gaan een bochtje maken. Bochtje. Alles stabiel. Oh, daar rijdt een collega voor ons. Die rijdt wel een beetje. Nou, die maakt er wel een potje van hoor, hé. Die gaat volgens achteruit over het kruispunt heen. Hoezo voor Arkie? Echt een Rotterdammer. Ja. Zijn ook altijd weer diezelfde, altijd die chauffeurtjes, hè. Fucking lijpkezen. Wat zie je? Gebeurt er nou één iemand daar zat? Wat? Zag je ook een wapperend geel iets dat de bukt als een gemallerd? Nee. Mallerd? Ik heb niks gezien hoor. Wordt het nog groen vandaag? We zitten in Rotterdam, dus dan moet je wel een beetje zo praten natuurlijk. Hey. Ja, nee, ik heb het ook wel, maar ik ben geen Rotterdammer. Ik ben in Zwolle geboren, dus ik kan niet zo goed Rotterdam. Pas op, Henkie, we gaan rijden. Rijdt u maar. Ja, alles stabiel. Alles stabiel en stabiel. Ja, oh god, dat gaat fout. Dat gaat fout. Och, er is paniek. Paniek. Hé, er is jouw auto hier aan ons. Kijk, mooi roze auto. Oh god, oh! Wacht even, blijf zo staan, paniek! Henkie, wat heb je nou toch gedaan? Ja, dit schoot ervoor, Henkie, wat heb je gedaan? Ja, daar ben ik toch ook niet, man. Dat ding schoot gewoon één keer van paniek. Ik ga weer. Volgens mij hebben we hem niet goed vastgemaakt, Henkie. Pofferdikkie. Nee, ho, is. Dat denk ik ook niet. Ik denk dat het behoorlijk escaleren gaat. Ja, maar. Ja, dat dus. Kijk, het is hier begonnen, zeg maar. Daar gaat. Oh, kijk, daar gaat het al. Ja, dat gaat zo helemaal niet, hè? Ja, heb je hem niet vastgemaakt met spanbandjes? Heb je dat niet gedaan? Nee, jij bent toch bestuurder? Oh ja. Oeps. Ik heb helemaal geen spanbanden bij, joh. Oh god, kijk hier. Oh jee, och, paniek. Paniek. Oh, nee, dat gaat toch niet goed, man. Oh god. Alles aan het. Ik zie daarboven een bus vliegen. Even serieus? Wat, waar? Hij is weg. Waar zie je een bus vliegen? Wacht even, waar zie je een bus vliegen? Ah, hij vloog net daarboven, joh.
Daar. Mijn poppetje wijst niet, jongens. Is B-spieren moet je even. Ja, die doet het niet op de een of andere manier. Ew. Oh, oh, paniek! Oh, oh, oh. Kijk eens. Oh, oh, paniek, paniek. Ja, nou. Oh. Ja, mevrouw doorlopen, valt hier niks te zien, hè? Valt hier niks te zien! Zo, daar weten we niks van af. Allee, probleem, probleem zit hem in de wagen. Haki, Shaki, Haki, ik zeg Haki gewoon. Maakt niet uit. Maar we moeten, denk ik wel. Ik zal de paniek even bellen, dan. Hij heeft hem hier ook flink geraakt hoor, Henkie. Ja. Dan gaan ze bij het vliegveld niet blij mee zijn hoor, hé. Hey. Nee. Ik ga de uitleg dat duif tegenaan gevlogen is. Dat het daardoor hele zaakje al vanaf gekukkeld is. Uh-oh, ik zie daar iets gebeuren. Daar is de, je beste vriend. Weer. Waakzaam en alert. Zullen we hem boeken? Nee, maar waakzaam en kom, we fixen hem, Henkie. Ga jij even dat ding fixen? Ja, ik ga even dat ding fixen. Moet jij hem even op de handrem zetten? Nee, dat gaan we niet doen. Henkie! Henkie, zet die wagen terug! Paniek! Paniek! Henkie, je moet even... Oh, pas op! Ja, de volgende keer moet je wel die spanbandjes erom doen natuurlijk, hè? Want dit gaat niet goed zo. Imbeciel en rond, even kijken. Dit gaat niet goed. Nee, ik allemaal, dat gaat goed komen. Ja. Wil maar langzaam achteruit, Henkie. Kijk, kom maar. Rechts, ja, rechts, u bent, je bent vrij. Kom maar. Rij maar naar achter. Rij maar naar achter. Kom helemaal goed. Ja. Kom maar naar achter. Ja. Kom maar naar achter. Ja. Kom maar naar achter. Kom maar naar achter. Kom maar. Kom maar. Pas op, meneer de agent. Hij heeft rijbewijs. Kom maar naar achter. Kom maar naar achter, Henkie. Kom maar. Kom maar. Kom maar naar achter, Henkie. Komt u maar. Komt u maar. Door een klein beetje, je bent er bijna. Komt u maar. U bent er bijna. Komt u maar, Henkie. Ja, nog een klein beetje, je bent er bijna. You've got 3 seconds to move. Ik ben er bijna. Ja. Kalm, man. Zo, die agent die rijdt ook gewoon weg, joh. Vindt, maakt allemaal niet uit. Ja, komt u maar, Henkie. Komt u maar. Hoppakee. Kijk, we hebben het toch mooi gefixt. Oké, gaan we overnieuw. Rijd hem er maar op, Henkie. Oh, dat gaat niet goed. Hij zijn wel recht voor, hè? Oh, moet je even dat ding laten zakken dan? Ik denk, nee, dat gaat niet goed, Henkie. Wacht even. Ja, kom maar, Henkie. Henkie, wat doe je nou? Dat hebben we zo niet geleerd tijdens de opleiding, hè? Hé, hey, Henkie. Maak het nou niet kapot. Dan moet hij weer zakken. Wacht even, Henkie. Gaan we weer zakken. Overnieuw. Ja, goed zo, Henkie. Goed zo, goed zo. Laat maar komen. En haal vooral de handrempje goed erop, hè? Zo. De handrem staat erop. Staat de handrempje... Ik heb een beetje last van... Ik heb echt een sticky lopen roken, denk ik, of zo. Zie, alles verdwijnt hier gewoon. Pofferdikkie. Oh. Ja, niet normaal. Oké, ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Ja? Oké, dan gaan we weer even een stukje rijden. Moet wel een blokje om? Nou, mijn niet. Oké, okay, praat weer in Discord. Het gaat over... Oh! Oh, oh! Hou hem erop, hou hem erop, hou hem erop. Als we dadelijk aangesproken worden, ga ik in-game praten. Oh-oh. Ja? Ja, het gaat helemaal goed. Dat gaat helemaal goed. Dat gaat helemaal goed. Dit gaat ook fout, dit gaat Vet. Fout. Echt.
We hebben echt nog nooit zo'n stom idee gehad, volgens mij. Het is groen, Henkie. Het is groen. Komt u maar. Oh, paniek. Paniek. Dat gaat niet goed, jou, Henk. Paniek. Oh, de Wouter. Beeld de Wouter. Oh, val maar als ze willen. Oh. Den Haag. Oh nee, Rotterdam. Ik wil zeggen Den Haag, maar het is het helemaal niet Den Haag. Maar de Kuip staat toch in Amsterdam? Ja, weet ik niet. Ik ben er nog nooit geweest. Oh is. Hey, zeg Henkie, heb je ook een uitkering hier lopen? Ja, 500 euro volgens mij. 500, ik heb 1000. Mogen ze nou wel weer rijden, hé? We zijn net ook al geweest. Zullen we deze gewoon afleveren bij de politie? Ja, zeggen we gewoon zo. Nou is die van jullie, kijk maar wat je ermee doet. Is. Oké, daar gaat hij weer, Henkie. Hij gaat weer. Is. Henkie, hij komt eraan. Ja, gaat goed. De zebra's komen. We gaan gewoon doen alsof ze deze besteld hebben, hè? Ja. Gaat goed. We zetten dit gewoon voor de ingang hier en we gaan gewoon wegrijden. Ik weet wel. Oh, Henkie, houd hem er nou eens op, jongen. Henkie, houd hem maar op, hè. We gaan door een bochie. Ja, komt helemaal goed. Kom, Henkie. Ik ga de hek afzetten. De hek gaat open, dat is mooi. Oké, dan gaan we dadelijk achteruit, Henkie. Gaan we de dingen naar binnen. Kalm. Even wachten. Ik heb echt last van die wiet. Ik heb ook last van Citybug. Komt helemaal goed, Henkie. Dit is wel een beetje... Het is dat je niet zegt van nou, het is ervoor gemaakt, hè? Oké, we gaan eventjes iets verder, Henkie. Ja, is goed hoor. Ja, is. Ja, en dan gaan we hier beginnen met. It's Eurotruck all over again. Ja, oh god. Is! Wat de verkeer is ook een beetje lijp hier, hoor. Het is net Rotterdam. Oh wacht, het is Rotterdam. Ja, nou, we gaan lekker naar binnen. En dat gaat helemaal goed, Henkie. Ga lekker naar binnen, bonjour, ja, hè? Henkie, pas op. Daar staat hier wel een polke in de weg. Ik denk dat ik er keihard tegenaan ga. Nee. Hij draait niet om. Ja, hij gaat open. Henkie, daar gaat hij. Daar gaat hij, Henkie. Ja, wacht, oma, je moet een stukje naar voren, Henkie. Blijven staan. Op de trailer blijven staan, Henkie. We laten met trailer en al achter. Ja, komt ie maar. Ja, hij gaat helemaal goed. Ja. Oh. De drukste. Laat me zo zijn. Nee, blijf nou erin zitten. Nee. We zijn er nog niet. Nee, is prima zo. Ik bonjour hem gewoon verder. Oh, zo, daar komt iedereen aan een bonjour, toch? Hey. Pas op. Pas op. Ja, volgens mij. Afkoppelen. Henkie. Nee, gewoon. Henkie, ik zit vast en dan komt politie aan, Henkie. Er is. Henkie. Oh, pas op. Ga de kant. Een beetje paltjes aan het schuren. Ja. Volgens mij is dat een markt. Oké, ik ga even in in-game praten. Ja, jij ook? Ja. Zo, Henkie, hij is afgeleverd. We moeten ons even melden. Zo, poef, vind ik hier wat een klus. Henkie, kom je eventjes naar de garage toe hier. Henkie, er is iets niet helemaal goed gegaan hier. Paniek. Paniek. Help. Paniek. Henkie, waar ben je nou? Echt, die Jozer is er ook nooit als je hem nodig hebt, hè? Ik ga voortaan een hondenriempje kopen voor die jongen, die loopt gewoon weg. Henkie, waar ben je nou? Henkie, ben je hier? Henkie, hallo? Henkie, is Henkie hier? Hallo, meneer agent, hallo. Wat is er? Heeft u Henkie gezien? Nee. Oh, dat is vervelend. Want we hebben wagen voor jullie hier afgegooid. Maar hij is niet goed op de trailer gebleven, zeg maar. Wie is Henkie dan?
Ja, die bij mij was. Ik weet niet waar Henkie nou is. Hij liep volgens mij naar binnen. Kijk, daar is die. Kijk, klein probleempje. Ja, dat heb je niet zo goed gedaan. Nee, hè? Graag iets met spanbandjes en zo, maar die waren we vergeten, zeg maar. Waarom brengen jullie deze auto hier dan? Nou, hij moest eigenlijk naar het vliegveld. Maar ja, ik weet niet waar dat is, zeg maar. Dus ik denk, nou, ik zet hem hier neer. Jullie weten wel waar deze is. Het politiebureau. Ja, daarom. Jullie weten alles. Dan zeg ik, zet hem gewoon hier neer. Ja, maar nu kunnen we er niet meer langs. Dus als we nu weg moeten... Oh ja, daar heb ik nog niet eens over nagedacht. Oké, ik ga even Henkie zoeken en dan gaan we kijken of we hem weer wegkrijgen dan. Ja. Oké, tot zo. Henkie. Henkie. Oh, daar is Henkie. Hey Henkie. Die gele busje, zeg maar. Ja, nee, die hoort niet bij ons, meneer. Henkie, we hebben een probleempje. Hij moet weg, want ze kennen niet weg als er nou ergens iets is, zeg maar. Maar dus een bestelling meneer, als u, van jullie hebben... Meneer, ik stel het zo voor, als u die dat busje, dat gele busje hier laat staan, dan zullen wij ervoor zorgen dat hij weer op zijn rechte plek terechtkomt. Maar als u dan met uw vrachtwagen weg zou kunnen gaan... Ja, dat gaan we doen, Henkie. Dan hoeven wij daar niet af te leveren en dan... Hij is een chauffeur naar mijn collega, want ik heb zelf geen rijbewijs, maar dan zal waarschijnlijk met bestelling iets fout gegaan zijn, dat we... deze adres opgekregen hebben, maar dan gaan we dat rechtstreeks door de vrachtwagen even naar buiten. Ja, helemaal prima. Nou, doei doei. Top. Yo. Zo Henkie, daar gaan we weer. Zo Henkie, hebben we dat toch weer goed gedaan, hè? We hebben toch weer, bestelling weggebracht, zeg maar. Oh, paniek. Bochtje. Pas op. Henkie, stap eens even uit. Kijk eens of ik dat ga halen met dat paaltje. Paniek. Dat gaat helemaal goed komen. Ik kan het hier al zien. Ja, gaat dat goed komen. Ja. Oké, okay, dan gaan we rijden. Ja. Oh, perfect. Nou, Henkie, hebben we het toch weer goed gedaan, of niet? Ja, zeker. Ik ben benieuwd wat we de volgende keer gaan beleven.